Hallo, welkom bij de opleiding Werfgebouwkunde. Mijn naam is Giel en ik ga jullie wat meer vertellen over de opleiding. Mijn naam is Dick, ik ben docent werfgebouwkunde bij Saxion Hogeschool. De opleiding werfgebouwkunde is een brede opleiding. We leiden op in drie pijlers. We besteden aandacht aan automatisering, we besteden aandacht aan energietechniek, dus ook de duurzame energietechniek. En we besteden aandacht aan materialen, productie en constructie. De opleiding werfgebouw die kenmerkt zich door een goede combinatie van theorie en projecten. De bedoeling daarvan is dat de theorie opgedaan in de lessen, dat je die toe gaat passen tijdens de projecten. En dat toepassen doe je over het algemeen in groepen waar je gaat werken aan een specifieke opdracht. Doordat de opleiding werfgebouwkunde erg praktijkgericht is, is er voor jou als student de mogelijkheid de theorie gelijk toe te passen in de praktijk. Projecten worden niet alleen uitgewerkt op tekening, maar ook wordt jouw idee daadwerkelijk een tastbaar product. Dit maakt de opleiding werfgebouwkunde niet alleen heel leuk, maar ook heel erg waardevol. Voor de opleiding werfgebouw zijn we eigenlijk specifiek op zoek naar studenten die vooral nieuwsgierig zijn naar techniek, willen weten hoe iets werkt en zoals een student van ons dat mooi zei, ook inderdaad bereid is om het uit elkaar te halen om te weten hoe het werkt. En juist nieuwsgierigheid en te kijken hoe je problemen daarmee kunt oplossen. Ik denk dat dat typisch is voor een werfgebouwkundestudent. Bij de opleiding heerst een nuchtere, betrokken sfeer waarbij zelfstandigheid hoog in het vaandel staat. Daarnaast zijn er genoeg goede werkvoorzieningen met alle benodigde attributen om jou als student zo goed mogelijk te laten presteren. De opleiding werfgebouw die is uniek in het feit dat wij vooral een goede combinatie hebben tussen theorie en praktijk. De theorie wordt dus weer, het komt weer terug in de praktijk. En we gaan niet alleen bezig met het conserveren van zaken, maar we gaan ook in jaar 2 ook aandacht besteden aan het daadwerkelijk maken van onderdelen. Ja, dus gedurende een half jaar gaan studenten bij ons aan de slag met het conserveren en het bedenken. Maar ze gaan ook daadwerkelijk met de maker zodanig dat het apparaat wat ontwikkeld is, stekkerklaar kan worden opgeleverd en ook gepresenteerd kan worden aan de opdrachtgever. De informele verstandsverhouding tussen de docent en de student zorgt ervoor dat jij met elke vraag bij hun kunt binnenlopen. Er wordt met jou meegedacht over problemen tijdens bijvoorbeeld een project, maar ook over jouw carrière in de toekomst. Na het afronden van de opleiding werfgebouwkunde zijn de mogelijkheden uitermate breed. Je kunt denken aan de chipindustrie, waar veel meer fijn mechanica aan de pas komt. Je kunt ook aan grotere industrieën denken. En dat moet je denken bijvoorbeeld aan Thales, vliegtuigbouw, dat soort zaken. En daarnaast heb je de mogelijkheid natuurlijk om met een hbo-werktuigbouwopleiding nog een keer door te gaan studeren aan de universiteit. Wanneer moet je nou absoluut kiezen voor de opleiding werfgebouw? Nou, dat is sowieso als je heel erg nieuwsgierig bent naar de techniek. Als je wilt weten hoe het werkt, bereid bent om het uit elkaar te halen. Ja, en ook wilt zoeken naar oplossingen voor problemen die er zijn. En vooral de creativiteit komt er om de hoek spelen. Standaard oplossingen zijn er wel, maar onze werfgebouwers moeten vooral zoeken naar creatieve oplossingen. Ja, om daarmee een tevreden klant te realiseren. Wanneer jij jezelf een goede basis wilt geven voor de toekomst en je jezelf ziet werken in de mechanische maakindustrie om elk complex probleem op te lossen, dan is de opleiding werfgebouwkunde echt iets voor jou. Bedankt voor het kijken. Veel succes met je studiekeuze. Bedankt voor het kijken naar deze video en succes met het maken van de keuze. Voor meer informatie kijk je op de website of kom je langs tijdens de open dag.